In de Gazastrook zijn zeker 21 Israëlische militairen om het leven gekomen. Ze kwamen om toen twee gebouwen instortten na een explosie. Het is het dodelijkste incident aan de Israëlische kant sinds het begin van het grondoffensief. In totaal zijn er zeker 220 militairen om het leven gekomen. Aan Palestijnse zijde zijn er sinds het begin van de oorlog volgens Hamas meer dan 25.000 doden gevallen.